Zo, het zit er weer op. Willem. Ja, Marco. Ga terug naar Rotje Knor. Het sneeuwt en het blijft maar sneeuwen. We zullen dit echt gaan missen. Maar ik denk dat Willem en ik even ergens een warme plek gaan opgeven om tot een kleine samenvatting en conclusie te komen. Want er is veel mogelijk. Maar één ding weet ik wel. Dat ik mijn telefoon niet lang in mijn hand vast kan houden. Dus tot straks. Uiteindelijk op Tromsø Airport, dat hoor je aan de herrie. Dus we zijn klaar om weer te vertrekken. Ja, het sneeuwt, we gaan weer naar huis. Het is sneeuwstorm, dus we moeten nu echt weg. Ja. Maar wel jammer. Nou, het sneeuwde toen we aankwamen, het sneeuwde toen we weggingen. We hebben zon gehad, we hebben noorderlicht gezien. We hebben een prachtige excursie gedaan, we hebben veel mensen ontmoet. We hebben heerlijk rondgewandeld. Hele leuke mensen ontmoet en het netwerk super goed versterkt. Ja, echt leuk. Ja, dit ga je toch niet geloven, Willem? Nou, jawel. We waren op luchthaven Tromsø. En wat schept onze verbazing? De runway werd afgesloten. Kijk maar naar het volgende filmpje dadelijk. Hoe ze proberen een vliegveld, runway, sneeuwvrij te krijgen. Een start- en landingsbaan die helemaal ondergesneeuwd was. Met grote sneeuwploegen moesten ze eroverheen. Weet je wat ik wel de gaafste attractie vond? No. Het ontijzen. Dat was mooi, hè? Zo. Dat is pas een car wash met zo'n ding eroverheen. Geweldig. Wat voor kleur was dat nou? Dat was een roeskleur wat eruit kwam. Roeskleur wat eruit kwam. Het was oranje pikkelbagger die eruit kwam. Anyway, we zitten nu in Oslo. Mooi hotel, Ton Hotel. SAS heeft goed voor ons gezorgd. We zijn gewoon naar een hotel gebracht, want we konden niet doorvliegen. Ja, dus we hebben nog een extra nacht in Noorwegen. We gaan hier lekker dineren. We gaan partyen hier dadelijk, man. Ik hoor dat André Hazes junior komt om de 40 Nederlanders hier bezig te houden. Ja, en dan gaan we een biertje drinken hier. Ik neem een colaatje. Jij krijgt een colaatje.